zwarte schaduwen zagen langs ramen. We hebben deuren dicht horen slaan. Kinderen overleden hier. In een van de panden waar we geweest zijn, heb ik een kinderentiteit gevoeld. Dat was echt een behoorlijke klap. Achter bij de bosjes, wat ligt er bij het graf hier? Je bent lekker bang, ik ben naderbaar voor je. Wat is je naam? Mevrouw? What the fuck? Wat? Wat is er? Godverdomme. Wat is er? Godverdomme. Oh, shit, ik kwam een gestalte op me af. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Toeval bestaat niet. Ik wil alle volgers hartelijk danken, want zonder jullie steun was dit nooit tot stand gekomen. En in deze aflevering gaan we op stap met Marjorie van de Paranormal Research Europe. We hebben haar geïnterviewd over haar belevenissen op het terrein van Santa Maria. Ook zijn we met haar op onderzoek gegaan op het terrein van Sint Bavo, te Noordwijkerhout. De naam Santa Maria is afgeleid uit het Latijn. Ruim 70 jaar stond hier een psychiatrische inrichting voor vrouwen, wat ontstaan is in 1918. De tegenligger hiervan is het ziekenhuis Sint Bavo, een speciale inrichting voor mannen met rooms-katholieke achtergrond. We zijn bij de Santa Maria in Noordwijkerhout. Dat is vroeger een psychiatrische inrichting geweest voor vrouwen. Wat ze nu helemaal opgeknapt hebben tot woonhuizen. In 2006 kwam het leeg te staan. En het is eigenlijk platgelopen door allerlei ghost hunters, paranormaal onderzoekers. Ik ben hier zelf geweest met een maatje van me op verzoek van een team. Hele mooie ervaringen gehad, deuren dicht slaan, voetstappen gehoord, cold spots, noem maar op. We hebben het allemaal eigenlijk al een beetje meegemaakt. We hebben ook een vrouwelijke entiteit hebben we naar het licht kunnen brengen. Nou, dat is echt een van de mooiste dingen die je eigenlijk kan doen hier. En het verbaast me eigenlijk dat de mensen die hier wonen, dat die zeggen dat ze nergens last van hebben. Achter me zie je de kerk. Hij zit dicht helaas, anders hadden we er nog even naar binnen gegaan. Het is nog even om even je zonde weg te praten. Het knapt op hier ook, het wordt echt mooi. Hier in een van de panden waar we geweest zijn, heb ik een kinderentiteit gevoeld. Die daar zat. Het was zo dat de vrouwen die er waren, daarvan waren ook sommige waren zwanger. En de kinderen werden dan opgevoed door de nonnen. De kinderen overleden hier. Dus dan is het ook niet zo raar dat je hier ook nog wel eens een kind tegen zou kunnen komen.
We hebben deuren dicht te horen slaan. Dat hebben we ook op band staan. En dat was echt wel even een moment dat sommigen een beetje tegen het plafond aan gingen. Dat was echt een behoorlijke klap. Door middel van het apparatuur die ze bij zich hadden, konden we contact maken met de entiteiten die er waren. En dat werd ook veelvuldig gedaan. We hadden een vrouwelijke entiteit wat heel erg gecharmeerd was van mijn maatje wat mee was, Vincent. En hij stelde vragen en door middel van het apparatuur kregen we dan antwoorden terug. De lampjes die gingen branden. Die is ons eigenlijk een beetje de hele avond is die wel bij ons geweest tot het moment dat we eigenlijk weggingen. En toen hebben we daarmee mee naar buiten genomen. En die hebben we daarna het licht gebracht. Dus die heeft sowieso rust. Er waren ook entiteiten die eigenlijk niet zoveel van ons wilden weten. Die meer op een afstand bleven. Dus dan was het meer dat we in de verte schaduwen zagen langs ramen. Koude plekken hebben we gevoeld. Dat er echt de rillingen over je rug heen liepen. We hebben van alles geprobeerd om met meerdere entiteiten contact te krijgen. Niet iedereen staat er open voor om dat te doen. Sommigen hebben zoiets van, ik zit hier goed en ik blijf hier lekker zitten. En dat respect moet je dan ook gewoon hebben. Ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die hier op de bouw bezig was. En die zei, er gebeuren hier echt hele rare dingen. Gewoon apparaten die gewoon ineens uitgaan. En ook mensen die hier dus niet meer willen werken. Dus als bewoners zeggen dat ze niks voelen, wie zijn wij dan om te zeggen dat ze daar geen gelijk in hebben? Als er wel iemand hier is die zegt van, ik maak dingen mee, ik zie schaduwen, ik hoor deuren dichtslaan. Neem contact met ons op, maar zolang ze dat niet doen, ik kan moeilijk mijn kaartje in de bus gaan gooien van... Nederlanders zijn ook heel nuttig daarin. Daar moet je ook wat respect voor hebben. Een oude begraafplaats, ik heb het idee dat er wat nonnen en dergelijke liggen. De zandhuis is onderdeel van de BAVO wat hier verderop zit. Daar heb je ook nog een begraafplaats zitten. Dus we kunnen zo meteen even kijken of er wat is. Over het algemeen vind ik persoonlijk een begraafplaats een van de rustigste plekken waar je kan zitten. Maar wie weet, misschien komt er wel wat omhoog wat nog eventjes zich kenbaar wil maken. We zijn hier op de begraafplaats van het terrein Santa Maria. Deze plek doet dingen met je. Ik kan dat niet uitleggen. Het is een hele aparte plek. De aarde die hij bewerkt heeft. Kan raar lopen. Kan heel raar lopen. De energie die daar op de begraafplaats hing, kwam als positief op ons over. We hebben toestemming gekregen om bij een pand naar binnen te gaan en daar te filmen. Nou, we zijn hier weer met Marjorie en een van de bijgebouwen van het oude psychiatrische inrichting. Ja. Wat is het hier ongeveer, wat is dit geweest? Naar mijn weten, de laatste keer dat ik hier was, waren dit gewoon kamers, ruimtes waar vrouwen dan in zaten. Laat ik wel zeggen dat we wel toestemming hebben om hier binnen te staan. Ja, gelukkig wel. Het wordt heel uit. Ja, het wordt enorm gebouwd. Ik herken het echt ook niet meer terug zoals het origineel was. Maar je voelt het wel heel duidelijk. Ja. De onrust. Bij binnenkomst. Ik voel het eigenlijk gelijk als een beetje. Een beetje een soort baas of zo. Ik zag het al aan je. Weet je, ja. Wat ons dat hier op je benen stond. Dat is enkel. En degene die achter de camera staat. Je moet het hier in dat hoekje staan. Die wil liever naar buiten. Ja. Ik zie je nou een beetje dubbel of zo? Ik weet niet. ik zie aan jullie beiden dat het jullie behoorlijk. Best wel. Ik denk wel, ik zou weer lekker naar buiten. Ik dacht eerst, ik kom door de vervlucht of zo, maar nee, ik. Nee, ik zie dat het beïnvloedt jullie allebei gewoon. Ik zou naar weg gaan, ga ik. Ik voel me echt lekker op. Heel vaak. Ik werd net daarvoor, ik werd geduwd, jongen. Ik werd mij echt een beetje pijn op mijn kop of zo. Ja. Van mijn hoofd in één keer.
Ja. Steek. Heel rood. Laat dan dingen wat lekker met rust klaar. Dat heeft al genoeg onrust hier. Van alles wat onrust. Deze plek, maar gewoon het gebied waar vooral de gebouwen staan en zo. Ja. Je voelt gewoon echt, je energie wordt gewoon volledig leeg. Juist. Ja, echt een beetje het idee, een marathon gelopen. Ja, dat dus. Of inderdaad na de tweede dag van de Vierdaagse, zeg maar. Ja, bijna dan bij de finish ben je precies van, juist, bijna. Bij koninklijk besluit van 15 november 1913 werd de oprichting van een krankzinnigengesticht in Noordwijkerhout goedgekeurd. In het gesticht, de Sint-Bavo, bestaande uit 8 paviljoenen en de nodige dienstgebouwen, mochten in eerste instantie niet meer dan 525 mannelijke krankzinnigen worden verpleegd. Maar dat besluit is later een aantal keren aangepast tot ruim 800. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kozen veel Engelandvaarders het dichtbijgelegen strand om naar de vrijheid te vluchten. In het dorp werden tijdens de hongerwinter dulpenbollen gegeten. Er woonden NSB'ers en de Duitsers hadden een hoofdkwartier in de Bavo. Een van de gebouwen op het terrein was het vroegere pesthuis. Hier werden mensen met ziekten zoals de cholera en talloze andere aandoeningen heen gestuurd. Rond het pesthuis voelden wij de verschrikkelijke beladen energie die sterk aanwezig was. Wij kunnen ons nauwelijks indenken wat deze mensen hier hebben moeten doormaken. Ik voel me hier echt bekeken. Ik weet niet wat het is. Of de ogen in je rug gewoon zitten. En het is hier echt ijskoud. Ik weet niet wat het is. Het voelt niet echt normaal. Het voelt best raar. Ik hoorde wat. Ja, ik voel me hier echt niet goed, man. Ik zie gewoon mijn adem. Even serieus. Ja. Wat de hel. Wazig. Ik heb echt fucking pijn in mijn kop de hele tijd. Echt zo'n steek hier zo. Inderdaad, wat je net zei, dat je als het gevoel hebt dat je gewoon een oog in je rug, zeg maar. Ja, dat zei ik net ook al. Ja. Gewoon dat er ogen in je rug zijn. Ja. Daar is er maar echt gewoon een persoon om zo stond te kijken naar. Personen. Iets. En hebben we nu recht aan mijn ooghoek, maar toen keek het was weg. Ja. Ik krijg echt het gevoel dat ik aangekeken word. Ineens koude rilling in de hoek. Ja, het is echt deze. Ja. Recht overeind, joh. Ja. Hij voelt niet eens zo koud aan, maar hij is echt. Ik heb het idee alsof er ijskroentjes op komen. Dat is wel raar, dan moet hij juist onwijs warm gaan. Maar... Ja. Ik krijg of er een warme deken omheen, ik weet niet. Maar wat was het nou precies, dat pesthuis? Met zo, naar wat ik heb begrepen is dat ze daar vooral zieke mensen naartoe brachten. Dus ja, wat heb je allemaal niet tijd, wc, dat soort dingen. Spaarlijk niveaus. Gooi gewoon alles bij elkaar in inruimte en zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Ja. Ga weg. Hallo?
is de auto nou weer? Ik zit toch de hele tijd uit. Wat? Wat is er? Wat is er? Godverdomme. Wat is er, Goos? Oh shit, er kwam een gestalte op me af. What the fuck? Ja, stoor, ik denk toch dat ze verstoppertje willen spelen. Dat is waar. Laten we er even heen lopen dan. Waar was het? En hier wordt het ook ineens kouder. Ja. Vanaf hier. Verderop. Niet verderop. Ja, maar hier wordt het ineens koud, man. Hier. Voel. Als je door kan kijken daar. De Frankrijk. Ik voel in één keer kippenvel, jongen. Van mijn kruin tot aan mijn tenen hier, zeg ik. Dat is echt. Ik ben gewoon helemaal freezed gewoon. Hier ergens. Hier gaan. Nou, dit is niks goed. Nou, dit is dus de K2 meter. Ik noem het altijd K3 meter. Elektromagnetische straling. Als hier iemand is, kan je dit lampje rood laten branden. Ja, daar ging hij weer. Kun je dat nog eens een keer doen? Kun je nog een keer dit lampje laten branden wat je net deed? Ben je boos? Ja. Zo shit. Dat dus. Vind je het erg dat wij hier zijn? Is hier iemand? Wil je wat kwijt aan ons? Op welk terrein zijn we nu? Bafel. Ben jij een van de oude patiënten hier? Ja. Hoe heet je? Hebben ze je iets aangedaan hier? Kun je ons zien? Goed.
Je bent lekker bakkelijk met naderbaar voor ze. Je zou dat een open kanaal doen, maar... Ja. Ik zal het niet meer hebben over... Stroomstoten. De patiënt hierover. Was jij net degene die mij zo heeft laten schrikken? Met hoeveel zijn wij hier? Met hoeveel zijn jullie hier? Kun je zeggen met hoeveel je om ons heen bent? 1, 2, 3, 4, 7. Hoe heet dit huisje die hier achter staat? Hoe heet dat? Vind je het vervelend dat wij hier zijn? Nee. Wil je iets aan ons kwijt? Wil je je verhaal aan ons kwijt? Is dat het? Zou dit een Engelse soldaat zijn geweest die om hulp vroeg? Heb je Elcio laten voelen wat ze hier gedaan hebben? Wat hebben ze met je gedaan? Hebben ze je platgespoten met medicijnen? Heel erg? Thank you. Bedankt waarvoor? Voor het aanhoren, voordat we je verhaal...
Is er nog iets wat we voor jullie kunnen doen? Ik weet dat het veel kracht kost, maar wat wil je precies dat we voor jullie kunnen betekenen? Wij gaan. Dank jullie wel. Dan gaan we dat doen. Dank jullie wel. Wil je dat we weggaan? Dat was geen repressies. Oké, we gaan weg. Dank jullie wel voor jullie tijd. Je kreeg een steek door je rug of zoiets? Ja. Zeg maar net achter me. Net onder mijn linker schouderblad. Echt een. Net als even zo'n. Ting, soort van mega spuit. Even lekker in je. Lekker douwen. En eigenlijk vrij snel daarna ging precies jij dat dus. Helemaal. Juist. Het kwam echt van buitenaf. Ik zag net ogen in mijn rug nu zo. Wat heb ik hier gezien? Ik kan hier inspreken, wat heb je te vertellen aan ons? Heeft hier iets gestaan dat het hier zo kaal stuk is? En zo ja, wat heeft hier dan gestaan? Als er iets is wat je kwijt wil, dan kan je dat nu kenbaar maken. Wat is er met je gebeurd? Hebben ze iets met je gedaan hier, op dit terrein? Wat wil je kwijt aan ons? Wat is je naam? What the fuck? Zie je? Dit beeld werd onwijs onscherp. Ja, maar dat is de hele tijd zo. Heel vaak. Ben jij dit die we voelen?
zit hier vast met een reden. Het kan niet zijn dat je hier voor je lol, zeg maar, bent. Ik heb een koude wind hier zo. Ja. Heel koud, een wind gewoon. Ben jij dit die ik voel? Ja, het is er nog steeds. Echt mijn haar is vanaf de rest. Kan je mijn hand aanraken? Of laat weten dat je er bent? Want ik voel dat je er bent. Is er iets vervelends met je gedaan? Wat hebben ze met je gedaan? We zijn hier op de begraafplaats van het Sint-Bavo-terrein. We gaan even een spiritbox-sessie houden. Ja, toch. Wat wil je aan ons kwijt? Lig je hier onder de grond? We staan hier met alle respect voor degenen die hier begraven liggen. Die lage stem van net. Ja? Je klonk nogal boos. Ben je boos? Is er iets gebeurd? Heb je onrecht aangedaan? Waardoor je in het graf ligt, zeg maar. Er zijn hier op deze begraafplaats ook dingen gebeurd. Weet je wat ze gedaan hebben? Ik hoor hier een hele hoop mensen door elkaar. Met hoeveel zijn jullie hier? Allemaal cijfers en zo.
dit een massagraf? Liggen er meerdere mensen op elkaar waar er geen namen van staan? Wat ligt hier achter bij het graf? Wat ligt daar? Ik hoorde echt iets van step. Als je net step zei, welke kleur had de step? Van wie is het beeld hier achter mij? Wat is dit beeld? Jezus. Ja. Jezus. Dankjewel. En wie zien we naast Jezus? Linkerkant. Ben je blij dat je je verhaal kon doen? Vind je het respectvol of vind je het respectloos wat we doen? Ben je dankbaar? Waar ben je aan dood gegaan? Welke naam staat er op het houten kruis? Graf met een houten kruis. Wat is dit? Nou, ik vind het echt zo. Wolters. Zo'n typische. Waar is hij? Waar is wie? Waar is wie? Wil je zeggen dat daar niemand ligt bij het houten kruis? Niemand? Hoor ik nou niemand? Niemand. Wat ligt daar onder dat graf dan? Is het een façade? Een cover-up? En van wat? Ja. Verdwenen? Verdwenen? Wat is er verdwenen?
mijn vader. Is je vader verdwenen? Waarom is je vader verdwenen? Ja? Ja, mijn poe, hé. Is hij verplaatst? Ja. Waar is hij naartoe verplaatst? Ben je daarom nog hier? Ben je nog op zoek naar je vader waar die ligt? En denk je dat je hem hier nog kan vinden? Weet ik niet. Hebben wij jullie een beetje geholpen? Klein beetje. Klein beetje? Nee, gewoon niet. Nee. Is er iets wat we kunnen doen? Moord. Is er iemand hier vermoord? Is er iemand vermoord door de mensen die hier werkten? Die ervoor moesten zorgen dat jullie eigenlijk beter moesten worden. Vind je het goed als wij weggaan? Oké, bedankt voor jullie tijd. Bedankt dat wij met jullie hebben gesproken. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja. Dan gaan wij weg. Goed. En laten jullie met rust. En we laten jullie met rust. Dank jullie wel. Oké. Holy shit, duidelijke kaart die jij. Sint-Bavo was best een heftige plek om daar te zijn. Juist. Ja, vooral als je richting dat pesthuis liep, kwam je op een laantje waar je echt in één keer een soort echt een boost door heel je lichaam kreeg. Ja. En je had echt telkens het gevoel dat je daar werd bekeken gewoon. Gewoon wat je zei inderdaad, ogen in je rug. Ogen in mijn rug, ja. Ja. Constant gewoon, ja. Overal dat je om je heen kijkt. Echt het gevoel dat iemand ergens in die bosjes je aan staat te kijken. Ja. Echt met 20 ogen tegelijk. Je voelde de ogen gewoon in je rug branden. Precies dat. Nou had jij ook een ervaring op de Bavo. Waar ik, ik zeg de hele tijd jammer dat ik dat niet op beeld heb. Klinkt een beetje... Wees maar blij op die fiets. Nee, maar dat is op een gegeven moment schrok ik me rot van je. Want yes. Op een gegeven moment begon je echt te trillen helemaal. Ja, te lopen, gewoon helemaal. Gewoon een soort overname, zeg maar. Ja. Wat voelde je precies? Alsof ik mezelf niet was, weet je. Alsof ik een keer zeg maar je voelt zeg maar, vanuit je tenen zeg maar, de energie uit je lichaam stromen zeg maar, tot aan je kruin. Dan alsof je zeg maar 1 of 2 seconden zeg maar, weg bent en weggetrokken bent. En alsof er zeg maar, een ander. Alsof je naar jezelf staat te kijken en je ziet dat er iemand anders zeg maar, in je lichaam zit. Zeg maar. Gewoon, en tegelijkertijd dat je zeg maar, in jezelf bent en je voelt dat je jezelf niet kan bewegen. Dat je gewoon. Heel scary gewoon. Heel naar gevoel. Ja, en Marjorie die. Beweerde dat zij ook inderdaad in één keer een steek in de rug kreeg. Juist. Maar
ja, zij laat, ja, de entiteiten laat zij niet zo makkelijk toe. En dat het naar jou over is gegaan. Ik denk dat dat wellicht ook kan zijn, want zij het zogenaamd afkaatst te veel. Ze zegt dat ik een open kanaal heb, maar dat valt nog wel mee. Ja. Maar het is gewoon een... Ja, het is niet... Het is niet het nekbest ding. Dat is ook, zo moet ik het ook niet eens noemen, maar het is gewoon veel... Het is zeg maar in een moment van onbevlogenheid dat je naar ergens dat je even niet oplet en dan word je zeg maar overgenomen. Je kan niet constant zeg maar waakzaam zijn voor jezelf. En die ene miniseconde zeg maar, word jij zeg maar eventjes dat ze zichzelf weer kunnen zijn in deze wereld. Verder op de BAVO, ja, hebben we heel veel contact gehad met het hiernamaals. Ik weet niet of dat het hiernamaals was. Ik denk gewoon met de energie die hier nog is blijven hangen, zeg maar, van toen de tijd. Ja, geesten die niet hebben geaccepteerd dat zij... Dat ze dood zijn. Zeg maar. Dat ze dood zijn. Dat ze door kunnen gaan. En ja, we hebben vaak gehoord, als wij vroegen van waar ben je aan dood gegaan, met vraagtekens dood. Dood, juist. Zijn we dood dan? Juist. Dat vond ik wel heel apart, van, ja. Dat ze niet... Ja, maar het is toch het besef, weet je wel. Het bizarre is gewoon dat die energie die daar al zeg maar rond waren, het leven doen ze niet meer. Ja. Die, ja... Ook acceptatie voor hunzelf, weet je wel. Ze willen gewoon nog steeds deel uitmaken van deze wereld. Alsof ze bang of angstig zijn of voor wat er na komen gaat. Toch zoveel vragen die nou weer oplevert. Maar wat ik ook mooi vond, is dat we toch achteraf door de EVP's die we hebben opgenomen, want we hoorden heel veel verschillende talen en jij bent best goed in Frans. Ja, je kan het op zich verstaan, maar op een gegeven moment dacht je van, er wordt iets Frans gezegd. Ja. Dus er wordt duidelijk gezegd, c'est difficile. Ah, oui. Wat moeilijk betekent. Het is heel moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk om uit te leggen, omdat ze een soort van de taal niet spreken. Ah, oui. En achteraf zijn we toch gaan zoeken en hebben we achteraf een soort research gedaan. En dat daar toch veel op het terrein is gebeurd rond de Tweede Wereldoorlog. Dat daar ook Fransen zijn geweest, Duitsers zijn geweest. Op een gegeven moment hoorde je ook van, zeggen ze nou echt ja of da in het Russisch? Yes. Ja. Ja. Er zijn ook Russen geweest op die plek. Engelse mensen, weet je. We hebben dat om hulp horen roepen. Wat was het? Merk? Ja, Merk. Merk. Weet je, duidelijk Merk. Weet je, iemand die om hulp riep. En het was duidelijk Engels. En Noordwijkerhout. En Noordwijk, het ligt natuurlijk vlakbij de kust. Dus geheid dat daar ook soldaten geallieerden zijn geweest. Absoluut als uitvalsbasis hebben gebruikt of weet ik iets. En wellicht, ik zou het nog gaaf vinden om toch met deze informatie die we nu hebben, om nog een keer terug te gaan, om misschien dat te gaan gebruiken wat wij nu weten. Dus toch een safe haven. Precies. Kunnen bieden. Ja. Wellicht kunnen we ze helpen om naar het licht te gaan. Dat zijn heel mooi. Maar in ieder geval, ik vond het weer een onwijs gaaf ervaring die ik met jou heb. En we gaan er zeker nog meerdere krijgen. Absoluut. Dus ik wil eigenlijk opgedronken worden. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Toeval Bestaat Niet. Wilt u ons nou blijven volgen, kunt u abonneren op ons Toeval Bestaat Niet YouTube kanaal. Of de Toeval Bestaat Niet Facebook pagina liken. Blijf vooral kijken, want in de volgende aflevering reizen we af naar Spijkenisse.